Het is vrijdagmiddag, Bino Vivoer. Een urken of drie voor de wedstrijd Fortuna tegen Sparta. Spannende wedstrijd, geeft Fortuna de derde overwinning op Riehalen. Voor zijn getipt door een aantal Fortuna supporters. Dat zie je al sinds een paar jaar. Go Benje hebben met Sparta fans. En die zitten nu hier binnen, gezellig aan het bier. En we gaan eens even kijken wie gezellig dat het is. En zo zou het toch eigenlijk altijd moeten kennen. Ja, Maurice, een paar weken terug zullen we een mailtje. Als Sparta komt, dan heb je misschien het leuks, want we hebben goede contacten met een aantal Sparta-mensen. Ja, inderdaad, dat klopt. In 2016 zijn we met Gert Vroonje naar de Oetwedstrijd geweest. Waar de tijd van tof, zeg maar. Sparta had toen de recette van het Oetvak gedoneerd aan Fortuna. En bij toeval wijden voor een caféke binnen in het kasteel. De kasteelheertjes. Ja, de kasteelheertjes. En dan kan misschien de man die achter de bar staat bij de kasteelheertjes. Welkom in Sittard. Die kan een beetje uitleggen wat de kasteelheertjes, wat dat precies inhoudt. De kasteelheertjes is een stichting. Eigenlijk voor en door de wat oudere supporter. Dus die niet in het jongere supporters home wil staan met alle harde muziek en dergelijke. Het ademt een beetje de sfeer van een bruin café. En je bent lid, je moet lid zijn, dus het is gecontroleerd wie er binnen is. En dat geeft gewoon een hele gezellige, gemoedelijke sfeer voor en na de wedstrijd. Ja, en dan komen er ineens een aantal van die mensen uit Sittard binnenvallen. Dat is even wennen, even vreemde eenden in de bijt. Maar het is goed volk, dus altijd gezellig. Dus inmiddels kennen we elkaar alweer een jaartje of acht inmiddels. Nu zijn we een keer op uitnodiging deze kant op gekomen. Ja, 2016, je komt daar binnen. Raar aangekeken. Nou, het valt best wel met eigenlijk. Dus ze hebben een hele aardige vent aan de deur staan. Ton, ook een wat ouder gedistingeerde man. Hij sterk dan bundelen, dan bussen ook eigenlijk echt bunnen, zeg maar. Dus dan, er worden ze meteen eten aangeboden, want ze hebben voor de wedstrijd altijd eten. Soms is het over, dat was toen over. Ze kregen meteen saté aangeboden. Dan moest wel meteen flink bonnen kopen, want ik kan ze niet pils per stuk kopen. Maar dan moest een bonnen kaart halen, 10 pils. Dus er wordt ook meteen gezegd van, wil ze drinken, dan moest ze even 10 pils afrekenen, zeg maar. Ja, dan wordt het dus ook meteen gezellig. Heel leuk. En wat ik trouwens ook nog wel leuk vind om te vertellen. Moest je trouwens de volgende keer bellen als die teerpils moest bestellen? Wat trouwens ook leuk was, een paar jaar later waren we door. Speelde Fortuna dat kampioensjaar van ons. Niet kampioensjaar. Wel kampioensjaar. Maar goed, toen heb ik toch een hele avond met de pap van Wessel Dammers te kletsen. Maar ook heel erg leuk, wat een Rotterdammer is natuurlijk. Dus ik weet niet, hij werd dan ook wel zien de weg door naar binnen te komen. En Rotterdammers kwam ook nog. Ja, en hij had de pap nog even wacht met Sander natuurlijk ook daar. En is de pap zei nog even van, ik ga nog Wessel halen. Weer rijden verloren geloof ik toen. En dat waren best wel chagrijnig. Maar ik kwam toch even nog langs bij hun in de zaak. En ik hoor ook bij jullie achter de bar, daar hangt een hele speciale foto van iemand waar wij als Fortunezen goede herinneringen aan hebben. Zijn wel wat oude herinneringen? Ja, dat is doelman Frans de Munk, die gezoend wordt door Jane Mansfield. Ja, of was het andersom? Ik denk dat Jane Mansfield Frans de Munk zoende, maar dat hij wel heel erg gewillig was, om het zo maar te zeggen. En ik hoorde net, Frans de Munk is keeper geweest van Fortuna. Nooit van Sparta, maar het is een opname tijdens een interland op het kasteel ooit. Ja, dat klopt. Dus daarom hangt de foto bij ons achter de bar. Omdat het iets met Sparta te maken heeft. Maar het is een misvatting dat Spartanen denken dat Frans de Munk ooit voor Sparta gekiept heeft. Want dat is niet het geval. Nee, nou jongens, ik vind het hartstikke fijn en hartstikke mooi dat jullie eigenlijk laten zien hoe het kan. We hebben hier een mascotte. Ja, ik loop even naar jouw kant, dan kun je het meteen even uitleggen zelf. Een geel-groene mascotte in Sparta tenue. Sparta Piet, volgens mij. En dat is een geboortecadeautje dat ik van Dennis en José heb gekregen. Want vorig jaar was ik dan bij de kasteelheertjes en wat biertjes gedronken en verteld dat ik binnenkort vader zou worden. En ze uitgenodigd om naar Sittard te komen. En ik kwam hier binnen en ze hadden al een beetje aangekondigd.
Maar dat er een cadeautje was voor onze zoon, mijn zoon Abel. En ja, superleuk. Die kan naast de Fortuna Beer. En samen worden ze wel vriendjes, denk ik. Jullie gaan al een jaar of acht heel gezellig met elkaar om. Hou dat nog vooral heel lang vol. En ik hoop dat jullie een hele gezellige wedstrijd hebben vanavond. Ja, Kafisch, dat zit er dus overgenomen door Spartanen. Het gezang is dat hier niet hoorbaar. We gaan eens even kijken wie de sfeer daar is. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij ongezellig is. Vanavond de wedstrijd Sparta-Fortuna. Wat zijn de verwachtingen? Ik denk dat het wel een lastige wedstrijd gaat worden. Maar wij hopen echt gewoon op een puntje. Dat is denk ik het minimale wat we, het maximale wat we kunnen halen. De clublied van Nederland aangegeven. Ja, dat is zo. Wij zullen laten horen. SPARTA. Ja, wat moet ik anders zeggen? Dat is het mooiste clublied. Hoe vaak mag het vanavond klinken? Oneindig veel. Oneindig veel. En wat zijn de verwachtingen van de uitslag? Wij hopen op 0-3. Maar wij denken 0-0. Ik wens jullie op zijn minst een hele gezellige avond. Ja, wij danken Sittard tot dusver voor de waanzinnige ontvangst hier. Spartanen in Sittard, in Café Stad Sittard. Gezellig hier. Het is heel gezellig, het bier is goed. En we vermaken ons heel erg allemaal. Maar wat moet je nou doen? Ja, Sparta is de club van Rotterdam. We zijn hier welkom en misschien dat we niet winnen, maar ja, als we wel winnen, dan is het feestje nog groter. En wat zijn de verwachtingen? Geen idee. Het maakt mij niet uit wie er wint, als het maar gezellig is. Natuurlijk is er ook ruimte voor het allerzone clublied, het Fortuna-lied, naar voren. Fortuna! Dit is voetbal zoals voetbal hoort te zien. Samen in de kroeg, opwarmen voor de wedstrijd. Samen metzingen met de clubliederen. Dit is toch eigenlijk zo'n stukje voetbalcultuur. Dit moet behouden blijven.